Een soort voorstanders komen gisteren naar het Ljouwersterhuis naar een oproep op Facebook. De publieke tribune is al lang net al in je bergen. Voor en tegenstanders van het Sci-Fi Festival maakt je haar een standpunt nog eens duidelijk. Daarna toch blikken dat de gemeente hier de nieuwe en strengere regels die het wethouder Sjoerd Feitsma Quadlin presenteerde acceptabel vindt. Die horen onder oren in dat er na 1 uur 's nachts geen muziek meer maken wordt. Onmisbaar voor een psychedelisch dancefestival als Sci-Fi site organisatie. De internationale bezoekers die wij hierheen willen halen, en hierheen halen ook, het 94 landen afgelopen jaar, die zijn gewend dat evenementen 24 uur per dag doorgaan. Dus je kan niet van iemand die uit Australië komt of uit Nieuw-Zeeland komt zeg maar, verwachten dat hij om 11 uur rustig naar zijn bed toe gaat. Die is volledig verbaasd, wat gebeurt hier, gaat de muziek uit, hoe kan dat? Dat is één reden. De andere reden is dat voor ons specifieke doelgroep de beleving tussen dag en nacht, zeg maar, die cyclus, heel erg belangrijk is. Dit hier kwam Santje Toes de meesten op het vijfdaagse festival in de Grienenstier aan. Dat joeg wat OLS mooi parkeren en wild kamperen. En er wien in totaal 3 klachten oorloed in de nacht. De gemeente vindt dat ze genoeg dienen haar om Sci-Fi in de mieten te komen. Zij is mooi apparatuur bezocht om loed te verminderen. Wethouder Feitsma denkt dat nachtelijke muziek sowieso daar OLS leert. En bovendien vind ik net dat wij als gemeente ontzet zijn om apparatuur om te schaffen. Dat is echt even voor de organisatoren zelf. Heb je er genoeg gefaciliteerd wat dit festival betreft? Ja, wij zorgen er sowieso voor dat de Grienenstier optimaal gebruikt wordt kind van recreanten, maar ik voor de organisatoren van festivals en dat bloot ik zo. De Sci-Fi organisatie is net te spreken over de meewerking van een toekomstige culturele haatstad. Ze kennen niet maar de strenge regels. In dat geval komen ze zeker niet terug. Nee, dat zal echt gewoon een regelrecht faillissement voor ons betekenen. En ook eigenlijk een enorme aanfluiting. En zo'n grote concessie, daar willen we gewoon niet aan meedoen. Dat is gewoon niet haalbaar.